Afgelopen september is voor de derde keer door een groep enthousiaste Amsterdammers het Oud-Amsterdams Plastic Vissen georganiseerd. Al dat plastic is niet alleen lelijk, het heeft ook al heel wat motorstoringen veroorzaakt. Oprichter van Plastic Wheel, Marius Smit, wil laten zien dat plastic meer is dan alleen maar afval. We bouwen boot van Amsterdams grachtenplastic om aandacht te vragen voor het probleem van de plastic soep. Plastic afval dat 's werelds water in toenemende mate vervuilt. En de boot is daarbij meer een middel dan een doel aan zich. Een middel om aandacht te genereren enerzijds voor de plastic soep. Maar ook om iets heel concreets te doen en daar mensen bij te betrekken. Van bedrijven tot consumenten tot overheidsinstanties. Die wil ik allemaal bij het project betrekken. Om op die manier hele concrete stappen te ondernemen tegen de plastic soep. Maar dan wel startend in de Amsterdamse grachten. Het opgeviste plastic wordt eerst schoongemaakt en daarna vermalen tot granulaat. Kleine korrels dus. Hiervan worden de stroken gemaakt die als basis voor de romp van een echte sloep dienen. Oorspronkelijk wilde een boot bouwen van 12 bij 4 meter. Een hele mooie grote boot ontworpen door Peter Bosgraaf. Dat werd binnen de stichting eigenlijk een te groot begrotelijk onderdeel. Dus hebben we besloten om een kleinere boot te bouwen. Dus zijn we gekomen tot de Bouwmeester 600. Echt een supermooie sloep van 6 meter. En uiteindelijk is die ook wel prima, juist voor de Amsterdamse grachten. We willen natuurlijk gewoon veel gaan vissen op de grachten. En voor die doeleinden is het juist echt een perfecte boot. De boot is volledig opgebouwd uit petschuim. Die hebben we in stroken gezaagd en daarna verlijmd met epoxy. Daarna is de romp van binnen en buiten versterkt met glasweefsel, waardoor je een spandloze romp krijgt die superstijf is. We zijn nu in de afwerkfase, dus de boot wordt nog licht geplamuurd hier en daar en dan wordt die afgeschilderd in de plastic wheel kleuren, blauw en rood aan de buitenkant, grijs van binnen. Daarna wordt de aandrijving erin gezet en de accu's. En dan kunnen we varen. We gaan de vloer van de plastic wheel beleggen met zo'n 5000 flessendoppen. Waar we dan een heel mooi soort kleurrijke mozaïek van gaan maken. Dit zijn er ongeveer 2500. Om weer te geven, laatst ben ik doppen gaan verzamelen bij de IJoever. Tegenover het Centraal in Amsterdam. En toen heb ik binnen 2 uur zo'n 1200 doppen verzameld. 5 tot 9 maart staan we op de Hiswa. Dan presenteren we natuurlijk de boot. Maar dan presenteren we ook onze vervolgplannen voor Plastic Whale. Dus iedereen kan dan de boot met eigen ogen komen bekijken. En ja, dat wordt de officiële nieuwe start van Plastic Whale. Als we massaal beginnen met het oppakken van zwerfvuil, kan dit dus tot echt iets moois leiden. Wil je ook weten hoe je supporter van schoon wordt? Kijk dan op vaarttv.nl.